Hallo, welkom allemaal bij Ballista Games. Vandaag Let's Play Skyrim. Vandaag gaan we een soort. Ja, iets, gaan we een objective doen. En dat is naar een soort magierschool gaan. Die magierschool, even kijken. Oh. De Visit the College of Winterhold. Deze gaan we doen. We gaan naar Whiterun dus. En ik weet niet waar het college is, dus ja. Daar gaan we nog waarschijnlijk even aan zoeken. Maar tot nu toe, ja, we zijn level 1. Misschien gaan we dan level 2 of 3 worden in magie. Dan kan ik mensen betoveren of zo. Zo gelijk die spiders bij de eerste episode. Oeh, het is nacht. Oké, ik denk dat het objective redelijk ver staat. Kijk maar naar het pijltje daarbovenaan. Ja, daar kan ik niet naartoe gaan, maar dat is redelijk klein en dat wil ik meestal zeggen dat het ver weg is. Een riviertje. Daag vertrouwde stad. Oh, dit is geen vertrouwde stad. Dus het is toch precies wel letterlijk dichtbij. Want ik ben er al bijna. Hier, oké okay dan. De uitgang van de stad was dichtbij. Wereldzwaard. Wat betekent dat? Die foto van het zwaard, daar kan je zo op inzoomen, je kan het laten draaien. Kijk, draai, draai, draai. Sorry, ik had het even niet gezien. Kijk, nu is het pijltje weer klein. Terwijl eigenlijk de stable, dus het paardenstal, is hier voor mijn neus. En het pijltje waar ik naartoe moet, is daar ergens. Oeps. Oké, zou ik anders misschien kunnen fast travelen? Een fast travel zou wel handig zijn. On the world map, locations that you have discovered have light icons. While locations that you have only heard about have dark icons. You can select any location you have discovered to fast travel to it. Okay dan. Maar waar moet ik heen? Of staat dat hier niet? Ah, wacht, daar staat het. Ja, hier moet ik heen. Retrieve the Dragonstone. Maar dat wil ik niet, ik wil iets anders. Riverwood. Ja, ik zou er maar moeten, hè. Oh. Geen custom destination, oh. Ja, kom, laat maar. En ik wil die ene objective doen van... Nee, niet retrieve the Dragonstone. Show a map. Wat is dat nu weer? Zoom. Man. Dit is wel een Winterhold, maar... Huh? Laten we dan maar eerst deze objective doen. Oké, er komt... Ik kom ergens dichterbij, maar ik weet alleen niet wat. Een raar tekentje, misschien een magier of zo. Ik heb geen idee. Wat wil dat tekentje daar in de lucht zeggen? Ja, op mijn balk, hoe je het ook noemt, waar ik eigenlijk nu recht naartoe aan het lopen ben. Het is hier. Hier op die stenen. Oeps.
wel slim. Ik ben bang. Ik moet hier. Zou hij mijn vriend zijn? Waarschijnlijk niet. Ik wil je geen kwaad doen hoor. Bedankt. Maar ik moet op die berg zijn. Gelukkig heeft hij mij geen kwaad gedaan, want ik zou toch niet zo graag tegen zoiets vechten als ik level 1 ben. De paden zijn in Minecraft. In Skyrim redelijk onduidelijk, vind ik. Kijk, want hier is nergens een pot om tot boven te komen. Dus ik zou wel moeten vestruppelen. Dat vind ik het nooit. Current look. Kijk, ik moet de hele andere kant van de berg zijn. Oh. Ja, dus ik moet eigenlijk gewoon omdraaien. Zal ik vestruppelen naar hier doen, hè? Level 1. Ik zou toch level 10 moeten zijn hoor. En eigenlijk moet ik dus zo rond deze berg gaan. Als ik het niet fout heb. Door de bos. Het bos, sorry jongens. Ik ben juist bezig nu. Ik ben zeker weer de foute kant. Oh, die berg is ietsje groter dan ik dacht. Oké, dan zal ik mijn marker hier zetten. Dan weet ik dat ik zo rond moet lopen. Waar is mijn marker? Oh, daar. Hopelijk kom ik nu geen beer of wolf of zo tegen. Eigenlijk is de wereld Skyrim eigenlijk wel zeer groot. En nog steeds een goede kwaliteit. Misschien zien jullie het niet zo goede kwaliteit als ik. Waarschijnlijk niet, maar. Ik zie het redelijk goed. Waar is hier iets? Er is hier iets. Laat maar. De eerste keer dat ik ga upgraden, dus als ik level 2 word, krijg ik een upgrade. Ik zag daar net iets bewegen daar. Dan zal ik waarschijnlijk mijn stamina, dus uithouding, upgraden. Ofwel, ja, strength, hoe sterk dat ik ben. Maar kijk, dat groene balkje, dat gaat redelijk snel leeg en dat vind ik niet leuk. Oh, hier staat mijn marker. Het duurt eeuwen. Ik denk dat ik daar moet op lopen. Kom op. Ik wil hierop. Kom op, het lukt wel. Haha, ik wist dat het kon. Dan moet ik nu hierheen. Waar? Dat pijltje wordt steeds kleiner. Map. Map helpt altijd. Oh, dan ben ik volledig rondgelopen. Er is nog een eentje.
Ik moet denk ik naar die ruïne die daar lag. Hier is eigenlijk wel een pad, dus als ik dat pad blijf volgen, kom ik er misschien ooit wel. Ik ben redelijk dicht bij mijn marker. Ik moet daar op komen, denk ik. Ja, hier is mijn marker. Oeh, best hier niet afvallen. De Dragonstone, maar hoe kom ik daar? Is hier nog een pad? Ja, hier is een pad. Oh. Ja. Ik heb hier niets meer gedaan. Ga weg nu. Ja, ga je mij openrippen? Ik denk het niet. En waar is die andere? Oh, hij is bang. Wat? Nee. Nog zo'n grote mond. Even kijken. Wat heeft die jongen bij zich? Iron Battle Axe, gold. En dat weet ik niet. Een arrow. Heeft hij een boog? Ik hoop het. Longbow. Joepie, eindelijk, ik heb een boog. Wat is hier te zien? Een soort huisje misschien? Wat zou het kunnen zijn? Kijk, ik ga eventjes die barrel searchen. Salt pie. Wat zou dat zijn? Ik heb echt geen idee. Laat maar. Een muurtje. Oh. Oh, vet een toorts. Zal ik hier afspringen? Nee, ik waag het niet. Ik kan mezelf niet de dood injagen. Trollo. Kijk, ik ben hier nu ook al. En ik ben niet van damage af. Dus. Nee. Verder langs het. Net maar zeggen pad. Ja, het is een soort pad. Ja, kijk, hier is die ruïne. Wauw. Ik ga eventjes blijven staan, dan zien jullie het ook in goede kwaliteit. Want meestal als ik beweeg, dan zien jullie het in minder goede kwaliteit. Ja, het is veel ook wazig door die sneeuw. Dat zie ik ook wazig. Een enemy. Twee enemies. Ja, ja. Kom maar. Oh, waar ben jij nu? Ga weg. Is er hier nog iemand? Ja. Yep. Dank je. Ja.
Ik denk echt dat ik het kan tekenen. Voilà, zie je wel. Nordmeer. Hunting bow, is die beter dan die andere bow? Ik weet het niet, ik ga kijken. Hunting bow, 8 damage. 6 damage, ja, dan is die beter. Ga weg. Ja, heb jij nog pijlen bij? Steel Warhammer, cool. Even kijken. Was het een two-handed weapon? Oh ja, oké dan. Waar had ik die andere? Ah, hier. Oké, kijk naar arrow. Hoe meer arrows, hoe beter, hè. Brood, vet. Iron ingot, lockpick. Nog een longbow. 30%. Oh, die hammer zal wel veel damage doen. Bleak Falls Temple. Laat een bij Skyrim duurt altijd een eeuw. Skeever. Wat is een skeever? Ik ga het eventjes eten. Gewoon kijken wat het doet. Hunting bow. Kijk, 53 arrows. Dat is toch nog goed hoor. Iron Battle Axe. Die is dan niet goed meer. Jij mag weg, je weegt te veel. Skeevertail hier. Eat. Oh. Oké. Oh. Weg. Het is eigenlijk wel een... Oh. Die heeft nog meer iron arrows. Even kijken, iron arrow, longbow. Ik wil geen longbow. Er is ook zoiets van een falmer bow. Falmer bow is ook nog wel redelijk goed, maar die is redelijk moeilijk te vinden, dacht ik. Ik weet het niet meer zo juist. Dat is ergens in een soort cave waar... Ja, een smalle cave waar je heel ver in moet gaan. En daar is er dan één falmer. Een soort grote reus. En als je die dood doet, krijg je een boog en een paar pijlen. En die boog is redelijk goed. Maar die pijlen zijn ook heel goed. Maar je hebt er maar weinig van. Skeever, weer al. Ik denk dat het zo'n cave is waar veel booty traps gaan zitten. Oeh. Hier kan ik misschien nog wel iets mee met linen wrap. Ja, dit gaat zo'n verraderlijke cave zijn. Zie je? Oh, ik ben hier ooit al eens geweest in een andere, op een andere kant. Ja, jij moet zo'n puzzel oplossen met die rare tekentjes. Oeh, nog meer torch. Ik moet het niet meer hebben. Hoe moest het ook alweer? Het was iets met die drie verschillende tekentjes of twee verschillende tekentjes die je juist moet zetten. Maar waar en hoe? Ik heb geen idee. Oh, daar zijn die stenen. Oké dan. Dus ik moet ze juist rangschikken. Slang.
Dolfijn. En waar is de derde? Ah, en die zit misschien achter de stenen. Ah nee, hier. Slang. Slang, dolfijn of zoiets. Ik zou denken dat het dit is. Yay. Veel anime's. Oh, dit is een te zwaar wapen voor zulke snelle beestjes. Ik moet eigenlijk een paar dingen in favorite zetten. Het is een favorite. En dan moet je naar boven gaan en dan kun je snel een wapen pakken. Dus dit is al favorite. En dan hebben we ook nog één Imperial Sword. Arrows en een bow. Zo. Dan kan ik nu snel naar boven. Imperial Sword. Kijk, dit wapen is veel makkelijker om mij. Zijn daar. Huh? Hoe kan dat nu? Ze zitten onder mij. Read Thief. Weet je, ik neem het gewoon mee. Een chest. Zit er veel geld in? Maar 15 is toch iets. Earn. Lester Soul Gem. Wow, ik schrok. Skiever, ga weg, Skiever. Kom dan, kom dan. You have contracted an axia of sweets. Is hier nog iets? Ik ga met de trap naar beneden en ik moet op mijn hoede zijn. Oh, is het niet de cave met zo'n zeer, 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 zeer grote spin? Ik hoop van niet, maar ik denk het wel. Dit komt me allemaal zeer bekend voor. Yep, hier zit zo'n zeer grote spider. Maar hoe kwam ik daar nu ook alweer? Ja, kijk, kijk, kijk. Oh nee. Hoe moet ik dit nu? Hoe had ik de vorige keer? Ik dacht met een hunting bow en een soort fout waardoor de spin mij niet kon raken. Dus ik ga dit proberen. Hunting bow. Naar een arrow. Niet dood. Wat heeft je niet misdaan? En ik ook niet trouwens. Nu wel ondertussen. Ja. Force by the Vino. Iron Arrow. Ik pak terug mijn Imperial Sword. Eggsack, ja, weer al spider egg. You, over here. You did it, you killed it. Now cut me down before anything else shows up. Cut me down or you'll never get the claw. Nee, never get the claw? Yes, the claw. I know how it works. The claw, the markings, the door in the hall of stories. I know how they all fit together. Help me down and I'll show you. You won't believe the power the Nords have hidden there. Doesn't look like I can move. You have to cut me down first. Yeah, yeah. It's coming loose. I can feel it.
Why should I share the treasure with anyone? But you built it in Minute Haven. This person is busy. Eating skeletons. Is someone there? What is he in here? Ah, yeah. What is the bit in there too? Oh nee, is toch niet vertrokken. Ik ga hier nu dood. Yep. Ah, Golden Claw. Hij zei dat ik hier nooit ging overleven. Heb je dit gehoord? Faal. Scully. Dit is inderdaad deze cave met zoveel verraderlijke dingen. Yep, ik sta me weer al mensen op. Ik vind het eigenlijk een echt enge cave. Weg. Probeer jij nu weer. Ga ik eventjes dat schild aandoen. Ah, autosave. Oké, dan. Waar staat dat bij? Twee iron shields, meen dat nu. Oeh. Scary. Ah, damn, iets te vroeg gelopen. In het echte leven ben ik nu al lang dood. Meen je dat nou? Er kunnen altijd zo beetjes achter mij staan. Ik vind dat zeer eng. Ja, kijk, daar is al die. Haha. Probeer jij nu wat? Ik moet dit ding niet hebben. Dit is het. Voordat jullie denken dat ik een vrouw ben, dat is dit niet, hè. Hierop. Heavy armor. Wat heb ik dan heavy aan? Surge door. Allemaal dat gold. Nee. Die X wil ik niet. Het weegt veel te veel. Ben ik er bijna? Ben ik echt al 30 minuten bezig met deze episode? Wow. Probeer jij nu weer, jongen. Denk je echt dat je cool bent? Kan ik ook hoor. Ik ben niet bang voor jou. Ik ben maar level 1. Ik kan je aan. Ik denk dat ik daarnet een level up kan doen, ja. Well, yes. Oké, dan. Wat wil ik doen? Help, magic of stamina? Dit. Heavy armor, 18.
124. Natuurlijk wil ik deze perk. Doe 20% meer damage, dat is toch alleen maar goede dingen. Wow, summon the storm, 60 seconds. Leuk. Een arrow. Komt die echt uit deze kist gekropen? Man. Waar moet ik nu eigenlijk naartoe? Hier. Oké. Wat zijn die lichtgevende dingen daar? Ik zou het niet weten, maar ik ga kijken. Oh, dat zijn mushrooms. Resist shock, dat weet ik nog. Ik denk dat het einde is van de troll skull. Kom op, ik wil glowing mushroom. Kom op, ik wil meer glowing mushrooms. Oké, laat maar. Ik ga ze natuurlijk niet allemaal pakken, maar hoe meer hoe beter. Als ik ze dan later eens nodig heb. Gold. Scroll of Fireball. Daar staat iets. Wat ga jij nu doen, jongen? Wat ga jij doen? Ga je langs hier mij komen opwachten? Waarschijnlijk. Hallo, jongen. Of wat je ook bent. Bye bye. En dat 5 of 6 glowing mushroom wel genoeg is hoor. Maar hoe meer ik er heb, hoe beter. Voilà, ik denk dat ik nu echt wel genoeg heb. Hier is het al. Oh, het is buitendag. Oké dan. Wat kan ik hier doen? Niks. Oké dan, handig. Daar liep iets. Ik zag echt iets. Blijkbaar toch niet dan, oké. Is het niet dat hier op het einde één sterke doger, of dat het ook noemt is? Ja, hier roept zo'n sterke. Daar. Hallo meneer. Wat? Wow, zo sterk was hij niet. Een great sword. Ik meen dat ik nu vast heb is sterker. Echt Skyrim liedje. Wow, ik ben level 2. Cool. Wat is dit? Ik ga terug een minder zwaar wapen nemen. Oh. Wat is dit? Oh, ik dacht even dat ik mijn schild in mijn rechterhand vast had. Ah, nee.
professional, jongen. Wow. Ancient North Arrow, tuurlijk. Ancient North Bow, tuurlijk. Dit is echt verraderlijk, er gaat echt zo weer iets voor me staan. Waar moet ik nu naartoe eigenlijk? Oh, oké. Kan ik hier echt niets met deze dingen doen ofzo? Skulls, of zijn het geen skulls? Oeh, ja, hier is dan een gang. En daar moet ik met die klauw. Klauw. Ik ging zeggen klauw, maar dan uiteindelijk dacht ik het Nederlands. Dus met die klauw, er staan logo's of tekentjes op. En daar staat eigenlijk de code van de deur op. Hoe noemt die nu weer? Klauw, dat staat bij C. Golden Klauw. Kijk, als je kijkt, er staan tekentjes. Beer, vlinder, uil. Oh ja, hier moet ik die ringen. Een beer. Vlinder. Uil. Is het hier niet zo'n plaats met veel spinnen? Oh nee. Yep, of vleermuizen. En later spinnen. Nee, daar is er ook zo'n sterke. Denk ik. Je krijgt hier een speciale bijl met een vriesorm of zoiets. Hier. Ik ben een beetje gestrest. Oh! Ja! Een van deze woorden heb ik geleerd, denk ik. Ja, ik wist het. Ik pak even mijn bow. Kom op, ga weg met nu. Oh, hij volgt me. Wow!
Dat is de Axiomar. Kijk, zie, hij heeft een speciale axe. Dragonstone. Ancient Nord Axe of Cold. Cold. Iron Arrow. Iron Shield. Nee, wil je ze meenemen? Yep. Wow, ik vroeger, de eerste keer dat ik dit spel speelde, was ik bij deze gewone grot 4 of 5 keer dood gegaan. Nu geen enkele keer. Dat bewijst dat ik toch wel verbeterd ben in gamen, gewoon in algemeen gamen. Ik speel meestal geen Skyrim. Oh, Iron Sword of Souls. Een ijzeren zwaard van zielen. Oh. Als het... Oh, echt vet zwaard. Dat moet ik houden. Dus als ik met dat zwaard een vijand binnen 3 seconden dood en ik heb een gem, ik denk een edelsteen, waar geen ziel in zit, dan komt die ziel van die... Ja, van die persoon of wat dat ook is, in die gem. Ik denk dat ik, als we nu hier buiten komen, de episode ga stoppen, want ik ben al 41 minuten bezig ondertussen. Value 500, oh gosh. Oh, het is een graf. Kan ik hierop komen? Ik kom hier vandaan, oké dan. Skyrim! Oeh, een stoel. Is dat niet de stoel van die Jarl of wie die P ook heet? In Whiterun. Die speciale stoel waar die koning in zit of zoiets. When your magic key. Ah. Oké, waar moet ik nu naartoe? Terug naar daar, maar dat kan ik handig doen, want ik kan direct fast travelen. Anders moet ik nog heel die eind stappen. Weer die steen met een gat erin. Kom op, jongen. Wie wil nu een steen met een gat erin? Hoe staat een vrouw op, of wat het ook is, een man met heel lang gekruld haar. Zolang dat het laat. Oké. Okay. Ah, oh, moet ik nog dat huis laden ook. Kijk, dus dit is het kasteel waar die mens in zit. The world is going mad. Indeed, the world is indeed going mad. Ik heb de foto's in Engels gesproken. Ik weet niet wat het echt moet zijn. Indeed, the world is going mad. Ik denk dat het zo is. Ik ga me even een zware weg sliepen, want ik wil die mensen niet slaan of zo. The terminology is clearly first era or even earlier. I'm convinced this is a copy of a much older text. Ja, ja, goed niet. Alsjeblieft. Ah, the Dragonstone of Bleak Falls Barrow. Seems you are a cut above the usual brutes the Jarl sends my way. You'll have to see the Jarl about that. Maybe his steward, Avenici. I'm sure one of them will pay you appropriately. My associate here will be pleased to see your handiwork. She discovered its location by means she has so far declined to share with you. So your information was correct, that come to Dragon's Reach to discuss the ongoing... How do you enchant it? Ah, student of the craft. You'll need to start by learning an enchantment. Take an enchanted weapon or piece of armor, then use the arcane enchanter to learn its secrets. The item is destroyed in the process, so be wary. Once you know an enchantment, you'll need a filled soul gem and something to enchant. You'll use the arcane enchanter for that too. Of course, I have everything you need for sale if you have the coin. Ja, ondertussen wel. So, you wish to master the arcane arts? Nee, 500 gold. Daar heb ik meer geld dan hem. Dus hier, books.
Even kijken of ik een spel kan kopen. Nee, ik mis Grand Soul. Dat kan ik niet komen, kopen. Empty. Maar ik heb al een Soul Gem, dus. Misschien kan ik toch een boek kopen. Captures and people up to level 9 won't fight for 30 seconds. Creates a hovering light that lasts for 60 seconds. Shows the path to the current goal. Summons a familiar... What? Dat is handig. Summons a familiar for 60 seconds whenever the caster is pointing. Wherever the caster is pointing. Summons a flame... Dat wordt kan niet voor 60 seconds whenever the... Maar ja. Target won't flee. Dat kan ik ook niet. Heals the caster's 50 points. Cast on a nearby surface. It explodes for 50 points of fire damage when enemies come near. A blast of fire that does 25 points of damage. Targets on fire take extra damage. 8 points per second. Targets on fire take extra damage. Creatures and people up to level 6 will attack anything nearby for 30 seconds. Heals caster 10 points per second. Heals a target 10 points per second, but not undead. And yeah, not yet. A spike of ice that does 25 points of frost damage and health to stamina. Ooh, raise zombie. Reanimate a weak dead body to fight for you for 60 seconds. Cool. If target dies within 60 seconds, it fills a soul gem. Moet ik dit boek niet hebben? Te laat. Lightning that does 8 points of shock damage to health and magic per second. Nee, ga ik nog kopen. Nu eventjes kijken wat ik kan verkopen. Box. Ik ga geen box verkopen. Empty. Die zijn allemaal empty. You know, if you've got the aptitude, you should join the Arcane Enchanter. Okay, to enchant an item you must know an enchantment and have a filled soul gem to power the enchantment. Enchantments are learned by disenchanting, destroying enchanted items. Just send me a copy. Barangar. Oh. Barangar, you need to come at once. Hammer. Are you sure you want to destroy this item and learn its effects? Yes. Item. Imperial Sword. Craft. This is an chosen item, enchantment, and soul gem. I'd take this a bit more seriously if I were you. Dragon decides to attack wife. Craft. Enchant item. Imperial Sword added. Fat. Fat, fat, fat. Welk zwart ga ik nu nemen? Oh. Ja, de episode is al 49 minuten bezig, dus ik denk dat ik hem hier ga stoppen hoor. Ik ga hier direct na nog een episode opnemen, episode 3. Die gaat dus na een tijdje terug weer online komen. Maar ik heb gewoon gezin om Skyrim te spelen, dus tot de volgende episode. Als jullie dit leuk vonden, doe dan vind ik leuk of like of hoe je het ook noemt op YouTube. En ja, abonneer als je meer wilt.